Yo, ik documenteer de avond vanaf. Mannen zijn in de club. Mannen zijn in de club. Jongens en meiden, en welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Het is vandaag zaterdagochtend en het is echt een prachtige, prachtige dag om hier zo wakker te worden in huis met heerlijk het zonnetje. Wie had dat verwacht? Weekend en het zonnetje schijnt gewoon. Kijk eens wat lekker joh, wat prachtig zo als het zo heerlijk door de ramen heen komt. We hebben hier Snifje lekker op het kleed liggen. Dat kleed is echt zo'n goede aankoop geweest ook voor die katten. Want die katten genieten er zo ontzettend erg van door steeds hier lekker erop te gaan liggen. Ik hoop in ieder geval dat jullie allemaal weer hartstikke veel zin hebben in een nieuwe vlog vandaag, jongens en meiden. Zoals ik al zei, het is dus zaterdag en mijn oma, die is van de week 90 jaar oud geworden. Ik hoop ook ooit in mijn leven de 90 te halen. Het zou echt geweldig zijn, maar ik weet niet wat ik... Stel je voor dat ik dan nog zou vloggen. Dat denk ik niet, man. Ik denk niet dat ik dan nog ga vloggen. Ik zou sowieso eigenlijk echt niet weten wat een mooie leeftijd zou zijn om te stoppen met het dagelijks vloggen of überhaupt het vloggen. Misschien dat ik eerst een tussenstap ooit zou maken dan bijvoorbeeld van de dagelijks vloggen naar niet meer dagelijks vloggen. Dus dat ik het gewoon een paar dagen skip soms en wat meer tijd voor mezelf neem. Maar dat is soms zo'n raar iets om over na te denken. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, wij hebben dus vandaag een surprise party voor mijn oma. Ze weet dus van niks. Ze weet alleen wel dat ze vandaag natuurlijk wat had. Alleen, ja, ze weet niet wat er gaat gebeuren. Ach, ik ben nog steeds zo blij met het interieur. Goedemorgen. Wat match jij goed met de bank trouwens? Wauw. Je past echt goed bij. Nee, sorry. Als ik het zonnetje er net zo op zag schijnen, dan... Oh. Bellissimo. Maar, superleuk dus. Mijn oma weet van niks. Ik hoop dat ze het een beetje gaat trekken, want het is een surprise party met heel de familie. Iedereen is er. Allerlei mensen zijn er. Is natuurlijk best wel wat. Maar dat gaan we vandaag zien. Kijk, dit is ook wel even leuk om te zien, hè? Ook in het zonnetje daar. Mijn auto naast de Merry van Lin. Ja, dat ziet er ook wel leuk uit zo op de oprit, moet ik zeggen. Echt een mooi plaatje van een Viro. Dat vind ik zo mooi aan dit huis ook, dat je overal glas hebt. Dus je kan overal rondom je heen lekker naar buiten kijken. Ik hou van licht en glazen en ramen. Ah, dit meen je niet. Kattenkots. Oké, toch een iets minder mooie dag vandaag. Wij gaan de deur uit. Ja, wat een mooi ding, hè? Ja. Wat een mooi ding. Wauw. Blij mee? Heel blij mee. Ja, hè? Nou, we gaan helaas alleen niet met die auto. Dat blijft nog even lekker mooi schoon. Want kijk, hij is, ondanks dat het regende gisteren, is hij wel echt nog helemaal mooi shiny. Maar we gaan gewoon met mijn auto, want Link kan niet zo goed rijden. Dus, niet waar. Gio heeft de planning weer door de war gehaald. Dus we hebben echt extreme haast. Ja, dat is beter als ik maar even doorrijd, inderdaad. Shit, ik heb ook geen telefoonlaadkabeltje mee. Oké, okay, laat me zitten. Boeien. We gaan gewoon vertrekken. YOLO. YOLO. Let's go. Hé, hey, wij zijn er pas om 2:30. Nou, dat is jammer. Even wachten. Ja, hij is er om 2:30 dan pas. Ja? Nee, grapje. We zijn er om 2:55. Oh, nee, echt waar? Ja. Oh, nou mooi. Okay. Prima. Doei. Oké, doei. Oh, ik dacht dat hij boos ging worden, jongens, maar het valt mee. Nee, het is hartstikke goed geregeld. We zijn gewoon eigenlijk nog op tijd. Hey, box. Lekker bezig, Lin. Yeah. Komt allemaal door jou. Dat we op tijd zijn, hè? Niet dat we te laat zijn, bedoel ik. Net zeggen. Na een klein half uurtje rijden zijn we aangekomen, jongens, bij Van der Valk Gorinchem. Ik vind Gorinchem, dus dat is zo'n hele moeilijke naam. Gorinchem? Is het nou Gorinchem of Gorinchem? Gorinchem. Gorinchem. Oh ja, sorry. Ja, dat kan ook nog. Gorinchem. Ik weet nog nooit hoe ik deze plaats daar moet uitspreken. Papland. Wat? Papland. Papland? Dus zo heet het. Heet dit Papland? Papland. Oh, nou, weer wat geleerd vandaag. In ieder geval, wij zijn dus nu hier om 2:00 aangekomen. En mijn oma die komt dus een kwartiertje later. En als het goed is, is het dus wel echt een surprise party. Dus wij gaan straks binnen staan. En dan komt mijn oma dus ineens binnen. En dan moeten we... Wat zeg je dan? Surprise! Surprise! Verrassing! Ja, dus of ze valt gelijk stijl achterover of ze vindt het hartstikke leuk. Dat gaan we straks zien. Kijk, hier staat trouwens de plaatsnaam. Hoe spreek je dit nou precies uit? Kijk wat daar staat. Papland. Oh, Papland. Ah, nu snap ik het inderdaad. Ah. Nee, maar dat hotel is dus ook best wel mooi volgens mij. Het is daarachter en we gaan het allemaal zien. Oh, spannend. Spannend jongens, we zijn er. We zijn er al. Oké, okay, we moeten nu eens even kijken waar mijn ouders en iedereen zijn. Even een kaartje fixen en dan moeten we straks naar binnen. Spannend. Ja. Kijk dan hoe leuk. Verjaardag, oma, 90 jaar. Het enige evenement vandaag. Mijn vader staat er al. Zo, zijn er al veel mensen? Ja, iedereen denk ik. Echt? Ja. Maar ook heel veel familie die wij natuurlijk ook bijna nooit zien.
Dat is eigenlijk nichten van mijn moeder en noem maar op. En, spannend. Oké, jongens, we staan binnen. Kijk, ze zijn net aangekomen daar. Je ziet ze daar lopen. Ik weet niet of het scherp is dan. Die witte auto die net wegrijdt, ze staan daar. Oeh. In de verte. Ze heeft nog steeds geen idee. Spannend. Oh, daar komt ze hoor in het midden. 90 jaar? 90 jaar. Oh, oh, oh. Nee, ze is al weg. Ze komt er al aan. Ze komt er al aan. Oké. Okay. Hier staat ik hier achter, dus we gaan het zien. Oh, jongens, wat een spanning. Hé, hey, moeders. Moeders is er ook. Oké. Okay. Nou, daar komt het hoor. Ze valt straks stel achter hem. Ja, daar was ik ook al bang voor. Nee, eerst spray. Nou, de pas zit er niet echt in. Het duurt nog een half uurtje, denk ik. Jezus, wat duurt het lang. Hey, is dit de andere kant opgelopen? Oké, het duurt nog eventjes. Geen idee, volgens mij is het nog plassen. Ik heb echt geen idee. Oh, maar ze was stil ervan. Het is hier dus binnen ook helemaal versierd, jongens. We zijn dus, de surprise is gelukt. Niet van me kijk. Ze hebben hier Gonnie, 90 jaar. Dat is gedaan door Amke weer, hè? Door Noralie weer, styling. Ja, en de taarten door Maria Sweetcakery. Ja. Ja. Zoals hier bij Van der Valk vinden ze het zo mooi dat ze het bijna willen laten staan. Ja, maar kijk hoe mooi het blend zo in de... past gewoon. Oh ja, de kleuren passen wel precies gewoon. Ja, hij is echt een prachtig baan. Ja, heel nice. Kijk, op de cake staat ook 90. Zo, oma. Hoe vond u de verrassing? He? Hoe vond u de verrassing? Ja, geweldig. Echt geweldig. Is het nog helemaal dicht? Ja. Ik zag wel een hoop mensen staan, maar niet al die neven en nichten. En iedereen is er. Ja, er zijn ook echt heel veel mensen iedereen. Die wij zelf ook 5, 6, 7 jaar niet gezien hebben. Dus, nee, dat is waar. Ja. Jullie misschien nog wel van vroeger. Sommigen. Sommigen herkennen we nog wel. Oké, dit is ook wel leuk. Ik zit hier naast Isa. Tegenover jou. Jij had een weddenschap. Ja, op school. Als ik op de vlog kwam, dan zouden... mijn klasgenoten de vlog gaan bekijken en sommige vriendinnen uit de vriendinnen gewoon iets van mij halen. En ze gelooft het niet dus? Ja, ze gelooft het niet. Meeste kinderen gelooft het niet. Nou, nu zit je er toch in? Ja. Hey, high five. Lekker. Kijk jongens, nou, ze heeft toch de weddenschap gewonnen blijkbaar. Mooi. Het is dus echt een bizarre drukte hier zo, jongens en meiden. Superleuk. Heb je er een beetje naar je zin? Zit je lekker te peuzelen? Ja, wanneer was jij 90 dan? Hè? Over 11 jaar. Over 11 jaar? Potverdorie. Wanneer word jij 90? 4 jaar. Zo, het ziet er goed uit dan, joh. Hè? Volgens mij is er een lied geschreven voor oma. Het zal wel, want ik zie hier ineens wat voor me. 90 jaar, dat is een hele poos, maar kijk daar nu eens stralend staan. Samen met Horst. Ja, hij bleek echt de ware. Bent u de ware? Zij zijn het. Ja. Hoe vond u de verrassing? Ik vind er alles aan, nou, waanzinnig ook. Ja, leuk. Ik ben er nou nog flabbergasted van. Nou, hier staat in ieder geval heel lied opgeschreven. Als je het video op pauze zet, dan kan je lezen wat er allemaal staat, jongens. ik ga het niet helemaal voorlezen. Nee. Dan zijn we morgen nog niet klaar. Nou, het liedje gaat gebeuren, jongens. Iedereen gaat daar naar achter. Het is dus het liedje op Sweet Caroline. Dus het begint zeg maar inderdaad met 90 jaar. Dat is een hele poos. Ja, dit gaat waarschijnlijk echt totaal niet klinken, denk ik. Maar we gaan het zien. Wat zeg je? Jij de tweede stem, je zus de derde. Oké. Wat doe jij dan? Ik doe de vierde. Jongens, dit gaat er niet klinken. Ja, dat gaan we hopelijk gaat het nog wat klinken. Maar... gaat ook iemand muziek nog aanzetten op de achtergrond? Ook nog. En de drie nichtjes zijn eigenlijk anders genoeg. Gaan ze nu even vertellen. Okay. En Nicky op de drums. Oké, ja, is goed. Is iedereen er nu? Dit gaat chaos worden. Huh? Dit wordt chaos. 20 jaar geleden hebben wij voor oma... als ze het hoort. Oma. 20 jaar geleden hebben wij voor u een dansje gedaan. Weet u dat nog? Ja. Wat was ja. dat? Oh, als je het zegt, zeg ik ja. K3, oma is aan de top. Ja. Oh ja.
Dat gaan wij nu niet doen. Oh. Ah. Dat zouden we eerst wel gaan doen, maar dat besparen we misschien een beetje awkward. Dus dat doen we niet. We hebben wel een lied voor geschreven op Sweet Caroline. Want we denken dat iedereen dat wel een beetje kent. Van New Diamond. Dus jullie hebben al een tekst gekregen. Ik hoop dat ik het een beetje goed heb uitgeschreven op de melodie. Dus we gaan beginnen. Okay. Iedereen er klaar voor, jongens? Met volle borst ook, hè? Ja, Ik film u wel. Dat is mijn doel vandaag. Ik ga niet zingen. Ik film u wel. Nou, ik ga ook niet zingen, man. Jawel. Dat wil je niet horen. Ik moet het doen, ik moet het doen. Zo, hè? We are the world. We are the world. Niemand durft. Oké, dan gaan we. Hij gaat nog even. Nee, nee, nee. Dat is een hele poos. Maar wij gaan nu eens samen staan. Samen met Horst. Met Horst. Ja, en ik ben echt een waaier. En samen kunnen zij alles aan. Lekker gezongen, hè? Ja, wat wil jij zeggen? Hallo. Hallo. High five. We gaan dus even een fotootje maken met de fam. Met de fam. Met de gezin. Met de gezin. Ja, de gezin. De gezin, broeder. Oh, je ziet er wel zeggen. Deze hele stapel is met allemaal familiefoto's. Nou, dat zijn er nog hoor. Is het leuk? Ja, hè? Heeft het een beetje naar je zin? Ik wel. Ja? Ja. Nou, dat is fijn. Kijk jongens, allemaal foto's. Kijk eens. Ja, allemaal voor de herinnering. Wat gaan jullie doen dan? Ja, dat kan ik niet vertellen. Jullie gaan samen naar huis vanavond. Dat is niet voor jouw channel bedoeld. Oh, sta je erachter of niet? Ik ga erachter. Nee, ik zei, sta je erachter? Sta je erachter? Ik ga erachter. Ik denk dat we daar nog ruzie over gaan maken. Wow. Verjaardagsdiner, familie Latoy. Hij komt er ergens vandaan, hè? Dat is oma. Wat is jouw achternaam dan? Mijn naam is Houtman. Niet erop zetten. Ik bliep het wel, hè. Zo, daar we zitten hoor jongens. Gezellig. We gaan... Ik moet met de zus van mijn vader, oftewel Monique, tante, gaan we even lekker eten. Ik moet je mee. Share dining. Eet je dit in je eentje op? Echt waar? Moet ik dit delen dan? Ja, eet het ook in je eentje op zeker. Oh. Ja, ik heb geluk. Want oh, je hebt... Iedereen moet delen met elkaar. Het is een soort van shared dining. Het is een lekkere drukke tafel hier. Iedereen zit hier lekker te eten. Maar we moeten dus allemaal delen met elkaar. Nou, doe jij het stokje. Doe jij het stokje maar. Lekker eten. Hij loopt al. Loopt hij? Ja. Daar zijn we. Nieuwe... Goed vasthouden, hè? Kost godsvermogen die camera. Nieuwe gangetje. Je moet jezelf filmen, hè? Nee, ik ben mezelf aan het filmen. Nieuw gangetje. Wat is het, Moes uit Rotterdam? Ik zou het niet weten. Of niet
Roast beef. Wat is het, Gio? Tataki. Mag ik ook gewoon, maar ik mag wel gewoon zo ook. Ja, ja. Mag zo gewoon. Moeilijk, hè? Maar zo zie ik niks. Is, ja? Lekker. Heel lekker. Lekker? Fantastisch. Lekker? Heerlijk. Hier ook alles tevreden? Ja, tevreden? Ja. Ik ben van het vloggen vandaag. Oh, ja. Kijk, toch een leuk stukje gevlogd voor je. Ja, dat heb je best gedaan. Ja. Ik denk dat de kijkers afgaan. Ja, ik denk wel dat mensen denken van, wie is deze gozer? Ja. Mr. Steal Your Girl! Wow, Mr. Steal Your Girl. Wow, echt een Mr. Steal Your Girl. Mr. Steal Your Girl. Hij gaat een beetje vriendin naar huis. Ja, dat denk ik ook. Ze is al weg, hè? Ze is er niet. Maar ja, opa is ook nergens meer. Opa is nergens. Opa is nergens te beginnen. Nee. Echt Mr. Steel Girl, ja. Ah, ja, hier sta je ook. Oh, hier sta ik er wel nog op. Hier had ik er nog. Kijk eens. Dat is een mooi dingetje, hè? En dit is een compleet nieuw beeld, want mevrouw Hermanus is het achter het stuur. Ja, Gio moest wel zo nodig wijntjes drinken. Ja jongens, ik heb een paar wijntjes op de verjaardag van mijn oma. Het was super gezellig, echt heel erg leuk met iedereen en alles. Zo, mijn camera trilt. Zie je, dat is, kijk, wil dat ik mijn camera hier neerzet? Zie je de trilling jongens? Dat is dus de modder die in de wielen zit. Dus het is inderdaad nog steeds niet gefixt, maar ja, dat gaat als het goed is goed komen. Maar we zijn er weer onderweg naar huis, het was hartstikke leuk. Dit is dus de eerste keer dat Lin in mijn auto rijdt. Gaat dat goed komen. Rijdt het een beetje? Ja. Je merkt wel echt een beetje die trilling nu, hè? Ja. Ja, eerst dacht jij ook dat het aan de weg lag. Ik begrijp wel waar die gedachte vandaan komt. Ja, nee, maar het is echt, echt de auto. Nee, het was echt een hele leuke verjaardag. Ook super fijn dat Lin mee was. En hartstikke gezellig. En iedereen vond het allemaal hartstikke leuk. Dus dat is top. Mijn oma en opa waren echt heel erg blij. Dat is ook fijn om hun natuurlijk zo super blij te zien. Dat is echt heel fijn. Om dat nu weer allemaal te hebben met ze. En dat was hartstikke leuk. Dus het is nu 25 minuutjes naar huis rijden. En als het goed is, zijn er al een paar vrienden van mij. Ricardo is daar, Jelle is daar, Carlos is daar waarschijnlijk ook. Want we gaan vanavond, dus het is zaterdagavond, we gaan vanavond een leuke avondje met z'n allen nog hebben om het een beetje af te sluiten deze dag. En ik ben ook zo blij met mijn schoenen trouwens. Oh, je hebt je nieuwe schoenen niet aan, hè? Maar... Nee, het stond niet echt onder deze outfit, eerlijk gezegd. Nee, oké, okay. Die Adidas Campus, ik ben er echt heel blij mee. Het zit ook super lekker zacht en alles. Maar ik vertrouw op Lin. Ik ben inderdaad een paar wijntjes op, dus alleen een taxi, Lin is de pop. Ik ben de driver. Lekker schat. Trots op jou. We hadden eigenlijk met schoen gewoon met Lin de auto kunnen gaan, maar... Ja. Hij staat nog lekker te shinen onder de overkapping. Hij staat nog lekker te shinen, ja. Daarom. Nou, op naar Rotterdam. Geniet ik ervan, elke dag. Is soms gehuurd en soms gekocht. Zit je naar Smoot te kijken? Smoot? Ja, ga je nog iets zeggen? Oh, joh, het is soms zo lekker ongemakkelijk als ik die camera aan heb en ik zeg niks, hè? Ja, dan denk ik, wat wil je nu? Moet ik iets zeggen? Is de bedoeling dat ik iets zeg? Of wil je wat zeggen? Nee. Oké, nou, we zijn er bijna, jongens. We zijn bijna thuis. We zijn lekker hele muziek aan het luisteren. Soms op de blok, soms... Zo. Oh, het is zo fucking... Gaan we eens even kijken wie mijn huis bestormd heeft hier. Wie zit er in mijn huis? Wie zit er in mijn huis? Wie zit er... Oké. Hey. Wow, jij bent knap zo in het licht. Hallo. Ja. Hallo. Hey, ik ben kijk ze even. Weg, man. De mannen. Hey. Ze hebben gewoon mijn huis opgestoord voordat we er waren. Alleen zij zijn dus nog. De rest komt straks. Wat is gezellig. Ik denk dat ik maar zo even de lichten aan ga doen, jongens. Want het is best donker. Maar kijk, aan de ene kant. Kijk, voor film is het kut, maar het is best sfeervol zo. Muziekje staat aan. De rest is, komt straks allemaal hierheen. Ik ga misschien weer mijn GoPro meenemen vanavond. Misschien wel lachen, maar dan moet ik hem even opladen. We gaan even kijken of we misschien weer wat content in de club kunnen schieten. I don't know. Hey, knappe vriend van mij. Is hij is er. Maar, wat een knapperd. Hallo. Hey. Ah? 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 Nee. Nee. Ja, dat kan op het huis passen. Oké. Op het huis passen. Helemaal niet. Oh, wat dan?
We gaan uit. We moesten wel mee eigenlijk. Ik kan geen nee meer zeggen. Joh, schijt er uit. Ja. Precies, jij in je midlife crisis? Nee, ik zei van nee, we gaan lekker naar huis. Maar iedereen vraagt van joh, ga mee, dit en dat. Vraagt? Ja. Wie vroeg het? Jij. Melanie, man. Melanie vraagt het ook al. Mel. Heb je ze nou echt meegenomen? Ja, het moest van jou. Zo moest het van mij. Van Lin. Moest van Lin eigenlijk. Echt? Ja. Hey, maar zo, kijk eens even hoe netjes ik hem pers. Oh. Ze zien ons al aankomen in de club. Niet mee dan. Het is tot en met 40, hè? Oh, dat kan. Tot en met 60 is het, dus jullie kunnen niet meer. Bedoel je 1940? Ik heb even je zaklap nodig. Sta ik nou in je afval of net ernaast? Oh, net ernaast. Je bent toch nuchter? Ja. Nou, dat kan je toch zien? Dat zie je toch? Ja, het was toch donker, joh? Jongen, ben je blind of zo? Nou ja. Nu wel. Hey, 1940 bedoel je dan, of niet? Ja. Nee, maar dat is goed. Ja, dan mogen we. Oké. Okay. Kijk er ook binnenkomen alsof ze gewoon de hele inboedel meeneemt. Slapen. Hè? Ja, douches! Ah. Ja, we nog andere gaan we hebben. Een leuke avond. Dat is mijn moeder, ja. Dat wordt een leuke avond voor jou, hè? Was je pa dan? Hè? Huh? Was je pa? Ja, die is er niet bij, man. Dus jij hebt een moeder voor jezelf alleen. Vandaag. Oh. Zo, jongens, we zijn hier met de vrouw van mijn leven. Hallo. Nee, ja, bedoel ik niet hoor, sorry. Gans, wat ga je nou tegen mijn vriendin zo praten, jongen? Nee, ik had het tegen Limbo. Oké. Okay. Dat is even normaal, man. Lin is de Bob. Lin, zo. Bo is de Bob. Ik neem dus weer mijn GoPro mee. Ik weet niet of het wat gaat worden. De vorige keer was best wel grappig. En ja, we gaan het gewoon wel zien eigenlijk. Ja. Het is gewoon lachen. Die GoPro, ik ga hem iedereen geven vanavond en we gaan het gewoon zien. Of niet aan boven? Ja, ik ben benieuwd. Ja, let's go. Hebben we er zin in? Heb jij er zin in? Ja, ik moet nog even een beetje zin kweken. Nee hoor, ik heb er hartstikke zin in. Oké, beter. En de man is mee! Ja toch? Wat een licht, joh. I do the same thing I told you that I never would. Told you I'd change. Even when I know I never could. But I can't. If nobody is as good as you, I need you to stay. Need you to stay. Get drunk, wake up, but what is this deal? Realize. Wie zetten we deze af? Ja, hij sowieso tegenlijn. Nee, dat deed Bo, man. Dat deed Bo, man. Echt, schat? Natuurlijk niet. Oh. Get drunk, wake up, but what is this deal? Realize the time that I wasted here. I'll be fucked up if you get me right here. Oh, oh. We worden omgestuurd, politie. Ja. Bo, man. Schat, je mag naar links. Als het kan, mag je naar links. Oh, oh. Gaat er nu weer een beef komen? Of, Nee. Ja, de vorige keer had je niet erin gedaan. Dat mocht niet, hè? Ja, je was aan het schelden achter het stuur, hè, Bo. Dat kan niet, hè, Bo. Even netjes zijn nu gewoon, oké? Okay? Hey, Bo, mocht het kunnen, kan je ook helemaal... Nee, er wordt niks meer aan me zitten. Je doet maar Mexicaan. We hebben straatgevecht hier. Je doet maar Mexicaan. We hebben straatgevecht hier. Dat is toch goed, hè, bro? Zo, kijk, hij lijkt altijd zo lief, hè? Oh, je bent wel lief. Je bent wel lief. Ja, ja, ja. Wat ga je doen, man? Ik geef een baardje aan van Bo. Wil je dat hebben, nachtwinkel of niet? Ja, gast, ik moet mijn vriendin over zorgen houden. Ja, succes, man. Ja, thanks, jou. Hey, later. Yo, ik documenteer de avond vanavond. Oh ja, leuk. Gaat het goed vanavond? Ja, ik hoop het wel. Wat zei je? Visie gaat wel. Oké, okay, dit blijft erin. Ik weet niet. Dat gaat erin, hè? Ja, dat staat er helemaal nergens op. Nee, het staat echt nergens op. Nee. Wie heeft die? Wat zei je nou? Die heb jou in je neus zitten, toch? Mannen zijn in de club. Mannen zijn in de club. Lekker gaan. Ziet het er zijdig, Gabies. We zijn er. Ja, daar gaan we. Daar gaan we. En die dingen daar. Oké, okay, het is begonnen. Carlito! Zijn we dan? Carlito! Ondaat! Hey! Ze zijn er hoor, ze zijn er! Hey! Ja! Leuk hè, er staat ook wat. Hey! Gio, ze hele ding man, kijk naar bij je pa! Ja jongen, dat betaalt hij wel terug. Ah, komt goed joh, waarom ook niet? Hij betaalt. Nou, kap man! Ah? Ah? La 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 la
bijna. Shout out to Jake. Hey, shout out Marsha, man. Shout out Marsha. Shout out Louise, man. Meow! 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 More! Even niks, we doen in de morgenochtend, maar bij de edit kan je hem afsluiten. Zeg maar. Bedankt voor het kijken naar de vlog. Marcel. En tot de volgende! Nee, later! Louise, bedankt voor het kijken naar de vlog. Ja, zeker. Super. En? Dank voor het kijken naar de vlog. En later! Dat kan gewoon niet. Yes, Alex. Alex, jij moest de vlog afsluiten. Ik bedank je voor het kijken. Bedankt voor het kijken voor de vlog en... Later. Doe één keer leuk. Ik ben even voor het kijken. Bedankt voor het kijken naar de vlog. Ik zie jullie morgen weer om 5:30. Ik zie jullie morgen weer om 5:30. Dat moet hij morgenochtend maar even laten doen. Dit is niet te gebruiken. Jawel hoor. Later. Zo. Mijn ogen zijn niet best. Nee, nee, zeg maar. Bedankt voor het kijken naar de vlog. En later. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik weet nu, ik weet niet hoe het werkt. Tot morgen en ik zie jullie bij de nieuwe vlog. En dan zeg ik nu... Later.